Wat maakt jou rijk? Dat is een vraag die je mij al vaker hebt horen stellen als je mij een beetje volgt. Is ook de belangrijkste vraag in mijn podcast. Maar wat bedoel ik daar nou mee met rijk? Nou, voor mij is rijk, dat is eigenlijk dat wat op het raakvlak ligt van doen wat je het allerliefste doet. Dat wat je makkelijk afgaat en waar je vanzelf blij van wordt. Wat een soort van automatisch bijna gaat. Dat waar je goed in bent, dat wat je in huis hebt. Je kennis, je levenservaring, alles wat jij maar te bieden hebt, dat noem ik je goud. En dat doen en geven aan de mensen voor wie dat bedoeld is. Jouw ideale klanten. Mensen met wie jij op een energetisch level kan connecten. En als dat allemaal klopt, dan verrijk jij de wereld. En eigenlijk verrijk je dan automatisch ook jezelf, want je krijgt energie terug in de vorm van geld. En dat is voor mij je rijk voelen. Dat is soms een heel klein dingetje en soms een heel groot ding. Maar het is in ieder geval iets wat heel veel energie geeft. En ik geloof dat je daarop moet focussen. Where focus goes, energy flows namelijk. En do more of what makes you happy. Dat zorgt automatisch voor dat je energielevel omhoog gaat. Ik heb jarenlang gestruggeld met mijn energie. Ik was altijd bezig met, oh, ik ben zo moe en ik heb zo weinig energie. En wat blijkt dus, ik had de focus op het verkeerde gelegd. En sinds ik de focus leg op wat mij rijk maakt, voel ik me 100.000 keer beter. Nou, wil jij ook leren hoe je dat moet doen? Dan heb ik een hele toffe challenge voor je. Die begint volgende week 16 tot en met 20 januari. En daarin gaan we aan de slag met het ontdekken van wat jou nou rijk maakt. Het ontdekken wat je goud is. En ook het loslaten van de dingen die jou niet meer dienen. Want als je eens lekker opgeruimd hebt, dan voel je je ook veel lichter en energieker. Kortom, wordt een toffe week. En ja, ik hoop dat je erbij bent. Je bent bij deze van harte uitgenodigd. De link staat in de bio. Tot de volgende week. Ciao!